lieve luisteraars, lieve taboedoorbrekers, welkom. Yay, seizoen 2! Woehoe! Gaan we seizoen 2? Ja! Nou, je hoort mijn gast al. Dus denk je, we nemen het meteen even over, maar ja. Toch super tof. Welkom lieve Ed, welkom lieve Val. Ja. Jullie mogen straks wel naar mij kijken als je het leuk vindt. Ja, ik zorg. Even de opening. Nee, lieverds, welkom. Hallo. Super leuk dat jullie hier zijn. En vooral, nou ja, ik had het net al tegen jou gezegd. Het was zo leuk ontstaan, want ik had natuurlijk vanuit de taboekast iedereen stuur ik een berichtje met, hey, wat leuk dat je ons bent gaan volgen. Ja. Heb je nog taboes? En toen kwam er een heel leuk. Nou, die gaan we straks misschien nog wel even aantikken. Maar. Bedankt voor het. Ja. Maar zouden jullie jezelf even willen voorstellen voor de mensen die onder een steen leven of gewoon niet op TikTok zitten, denk ik? Ik ben Val. Nee, ja. 28. Ja. Is meteen duidelijk voor iedereen. Ja, dat was al één vraag. Hoe oud ben je nou? Ja, nee, 28. Nou, check. Ik had twijfel over hoor. Hij is. Hij is 38. Houdt het nog steeds vol. En we houden het gewoon zo vol. Wat maakt het nou uit? Ik ben 34. Ja. Nou, die is mijn vrouw, ja. Wat doe je verder in het leven? Vertel, ja, oké. Je leeftijd en je naam. En wie ben je verder? Ja. Ik ben Val van Closet van Val. Goed een eer. Dus Ed. Dus ook van mij. Closet van ja. Val. En ja, wat doe ik? Ik zit op TikTok. Ik heb een kledingwebshop, heb ik. En ik heb Ed. Ja, zo kort samengevat. Ja, drie stiefkinderen, eigen kindje. Dus we zijn in totaal met vier kinderen in het gezin. Een hondje. Een hond. Niet vergeten. Nee, dat is echt wel pittig. Ja, zeker. Oké, en ja. Ed, wil jij je ook nog voorstellen? Of, Ja, nou, ik ben Edwin, 35 jaar. Niet 34. Ik heb vier kinderen dus. Eentje met Valerie, drie met iemand anders. Ja. Dat had ik al gezegd. Ja, maar ik stel mezelf ook even voor. Dat wordt gewaardeerd. En ik heb ook nog een eigen bakkerij heb ik nog. En ja, doe samen met Valerie de Closet van Val. Ja, klinkt druk genoeg. Ja, zeker weten. Ik vind het wel fijn dat jij mij ook Val noemt. Weet jij hoe vaak mensen zeggen hoi Closet? Oh, serieus? Ja. Maar dat leek me wel het meest logisch. Ja, maar ik ga het één keer uitleggen. Closet betekent kast in Engels. I know. Och, lekker. Dus het is kast van Val. Ja. Want ik heet Valerie. Zo wordt bedacht, hè? Nou, maar ik wil dat gewoon heel duidelijk. Ja. Want als je ziet hoe vaak wij e-mails krijgen met hey Closet. Hoi Closet. Hey Closet. Nou, die mogen ook een cursus Engels dan nog doen. Dus, dus zeg het even bij deze, het eerste taboe doorbrekende is, Closet betekent kast. Fijn, ook weer een lesje Engels. Hey, jullie hebben dat verteld, jullie hebben inderdaad ook een drukke zin. En jullie zijn ook drukke ondernemers, dus ik ben wel benieuwd. Hoe combineer je dat? Niet. Nee, gewoon elke ochtend wakker worden en doen wat er gevraagd wordt. Ja. Hij wordt nou alweer gebeld, loop maar weer weg. Nee, het gaat een paar keer gebeuren. Oh, gaat. Dat hoort er dus ook bij, ja. Voor de mensen die niet zitten te kijken en luisteren, denken, wat gebeurt er? Er gaat even mobiel af. Deze uitzending wordt redelijk chaotisch, maar je moet ervan houden. Ja, goed, weet je, Ed en ik. Nee, maar goed, gewoon een strakke planning, toch? We hebben gewoon veel dingen iedere dag te doen. En je moet gewoon door blijven gaan tot alles gedaan is eigenlijk op een dag. Ja. En de drie kinderen zijn natuurlijk helft van de tijd bij ons. Dus als ze de andere helft van de tijd, we hebben zeg maar 50-50. Dus als ze de andere helft van de tijd bij mijn ex zijn, dan hebben wij toch iets meer tijd voor andere dingen te doen, zeg maar. En iets rustiger natuurlijk. Mm-hmm. Dus dan probeer je ook wat meer voor de bedrijfjes te werken. En als ze er zijn, hebben we ietsje minder. Ja, maar het klinkt heel erg van, hè, volgens mij hebben jullie heel erg een mindset van, hey, dit is gewoon hoe het is, punt. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat je soms wel tijd voor jezelf of iets nodig hebt, dat misschien in het geding komt dan. Nou, dat komt wel in het geding. Ja. We hebben niet veel tijd. Nee, dan zit je nu weer hier in die podcast, weet je wel. De enige vrije tijd. Nagels er half af. Ja. Het is echt, wij werken zoveel. En als we niet werken, zijn we natuurlijk met de kinderen. Hè? Zo kan je het zien. En dan doen we met de kinderen leuke dingen. Gaan met de kinderen weg, of dagjes weg. Of we gaan verjaardagen. Of weet je, we proberen dan met de kinderen echt dat gezinsleven te geven. Hè? Wat iedereen met een gezin doet, denk ik. Ja. En dus eigen tijd, die is er vrij weinig. Mijn nagels gaan ook altijd totdat er 4 of 5 afgevallen zijn. Dan denk ik, nou, nu moet ik echt. En dan doe ik het 's avonds heel snel. En dan weet ze ook, dan bel ik. Dan zeg ik, kom je nagels doen? Dus zeg ik, ja. Dan zeg ik, oké, snel. En dan zit ze al met z'n tweeën klaar. En dan weet ze dat het snel. Want Val, die moet weer na een uurtje weg. Ja, ik ben nooit ergens heel lang. Nee. Maar jullie hebben niet zoiets van, oh,
ik mis dat of iets. Het is nou, misschien zij vindt het wel jammer dat ze niet altijd op tijd kan doen en zo. Dat vind ik wel jammer. Nu schaam ik me ook echt. Dan loop je ook echt rond en denk ik, jezus, je mist ja, jongens, nagel. Jullie willen het niet zien nee. op YouTube. Maar niet. Laat alleen de goede zien. Dat doe ik dan ook. Als ik dan als er eentje weg is, dan verstop ik die ook altijd. Verstop je hem echt. Ja, dat doe je automatisch. Daar kan je echt niks aan doen, net. Dat is psychisch. Maar goed, dan denk ik aan de andere kant weer van, ja, ik heb de luxe, en dat is natuurlijk laatst ook door het programma wat we gedaan hebben, ik heb de luxe om dat elke keer maar te doen. Mm-hmm. Dus ergens is natuurlijk, hoe zeg je dat? Ja, het is toch mooi dat je dat zou, dat je dat nee, kan doen. Nee, dat het dat je ook een luxe nodig is. Het is, een positie, het is eigenlijk geen stress. Want sommige mensen doen het ook helemaal niet. Dus wat maakt mij dan uit dat die ene nagel eraf is? Nee, veel tijd met z'n tweeën. Ja, we doen natuurlijk wel veel tijd samen. We werken natuurlijk wel veel samen. We doen samen inkopen. We doen samen veel in de loods werken en zo. Dus we doen heel veel samen. Maar we doen niet echt een dagje weg of zo met z'n tweeën of zo. Nee. Dat doen we niet. Nee. Als een dagje weg is, gaan we inkopen, doen we andere dingen. Ja. Dat vinden wij samen ook heel leuk om te doen. Dus dat is alleen maar leuk dat we het zo kunnen combineren. Maar we doen niet echt heel veel dingen met z'n tweeën of zo. We zijn wel altijd samen, maar we gaan niet echt met z'n tweeën erop uit, als je nou meteen bedoelt. Ja, op vakantie of zo. Ja, maar gewoon niet een dagje naar het strand of zo. Nee joh, maar dan worden wij ook gek. Dus stel wij liggen op dat strand, ja, en een half uur ga je dan doen. Om te liggen. Weet je, dan zit ik al te bedenken, nou, welke tent gaan we overkopen? Wat gaan we meteen de ondernemer is meteen weer bezig. Nee, maar het klinkt een beetje van, kunnen jullie dan, ontspannen, kennen jullie dan eigenlijk niet of zo? Ja, op vakantie gaan en zo natuurlijk, toch? Ja, of 's avonds slapen. Ja, nou, als we op vakantie gaan doen, dat wel. We zijn laatst natuurlijk ook met op vakantie geweest. En ja, dat doen we dan wel wat vaker, zodat we dan wel echt eventjes kunnen relaxen. Ja. En soms als we dan wel inkopen gaan doen in het buitenland of zo, dan doen we meestal een nachtje eraf vastplakken. Dat we ook meteen dan toch even met z'n tweetjes zijn of zo. Ja. En dat we dan dat er even aan vastplakken, dat we combineren dan. Dus dat zijn wel de momenten eigenlijk. Maar voor de rest zijn er niet heel veel momenten, omdat je eigenlijk altijd gewoon doorgaat eigenlijk. Ja, maar ontspannen is ook met de kinderen, toch? Ik bedoel, als wij een dagje naar pretpark gaan, vinden we dat ook hartstikke leuk. Ja. Dus ja. Ja, zeker. Mooi. En jullie noemen het al, volgens mij, het gezin is natuurlijk heel belangrijk. Ik kijk even naar jouw val, want nou ja, Ed, jij had natuurlijk 3 kinderen. Ik ben ook wel benieuwd. Hè? We komen natuurlijk straks ook wel even bij Luna. Want ik denk daar ook veel, heel veel mensen natuurlijk benieuwd naar zijn. En ook mensen die je nog niet kennen, heb je natuurlijk daar een heel mooi verhaal en hoe jullie dat doen. Mm-hmm. Maar jij was opeens, had je ook nog 3 extra kids. Ja. Hoe was dat dan? Dat was pittig. Dat heeft in het begin wel de nodige onzekerheden, tranen, verdriet, hoofdpijn, wanhoop. Alles wat je kunt bedenken had ik. Mm-hmm. Echt waar, want ik was toen 24, 25 natuurlijk, als we het even goed terugrekenen. Win-win. Ja, en als je dan opeens een kind van, die uit was toen 8 of 9 of zo geloof ik. Ja, dat is dan, dat was wel even pittig. En ik kwam ook echt in dat gezin dat ik dacht van, nou prima, alleen toen kwam corona. Mm-hmm. En toen waren ze thuis, want school ging niet door. En hij zegt, ik ga naar de bakkerij. Hij zegt, jij bent thuis. Hey, ja. Succes ermee. En toen stond ik opeens met 3 kinderen die niet van jezelf zijn. Dus dat voelt, iedereen zegt je gaat van ze houden. Ja, klopt. Maar in het begin zijn het gewoon 3 vreemde personen die in jouw huis zitten. Dat je denkt van wat moet ik doen, weet je wel. En in het begin ben je dan super lief. En je wil ze een cadeautje geven. En je gaat ze verwennen. Van papa mocht ze dat niet van mij wel, weet je wel. Maar op een gegeven moment als je dan langer met ze bent. Dan denk je wel van ja, wacht even. Ik moet natuurlijk ook een beetje een moederrol hebben. En dat waren wel moeilijke dingen voor mij. En hoe ben je er meer ingegroeid dan? Of? Tijd. Tijd, geduld, tijd. En nog steeds zijn er wel eens dingen dat ik denk, wow, joh. Ja, en dan zoals? Ja, gewoon dingen waar je dan anders over denkt, toch? Kijk, we hebben natuurlijk gewoon een goede puber in huis. Ik weet niet of ze dat gaat luisteren. Ga je kijken, ja. Hi. Ja, nu wel. Een goede puber, ja. weet je, ja. En ik heb gewoon bepaalde mindset, bijvoorbeeld over school of over cijfers. En hij heeft dan zoiets van, nou, dat is wel prima zo, weet je wel. Maar soms heb je gewoon andere visies over bepaalde dingen natuurlijk. Over opvoeding en zo. Dat is natuurlijk ook eigenlijk, als je gewoon wel samen kinderen hebt, kan je ook andere visies over opvoeding hebben. Maar ja, goed, het is natuurlijk, ja, bij ons is dat natuurlijk anders. En ja, je mag gewoon ook niks zeggen. Als stiefmoeder heb je wel de rol van moeder, want ik moet koken. De huishoudelijke taken. Huishoudelijke taken. En liggen de nagels er weer af. Ja. Ga je huishoudelijke taken laten beschieten? Nee, ik probeer even serieus. Maar je moet natuurlijk als wel die moederrol. Ik moet ze wel naar de voetbal brengen. Ik moet ze wel bij tennis aanmoedigen. Ik moet zorgen dat de juiste vleeswaren in huis zijn. Allemaal van die kleine dingen worden allemaal van mij verwacht.
Maar als ze dan een keer een onvoldoende op school hebben, dan mag ik er niks van zeggen, want ik ben de moeder niet. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. En dat is soms als stiefmoeder zijn een hele moeilijke rol. En dan moet je echt je weg in vinden. En ik ben nu bijna vier jaar samen. Op een gegeven moment vind je daar je weg in. Mm-hmm. En steeds vaker kan ik dingen inslikken waarvan ik denk, ja, dat mag jij niet zeggen. En dan vervolgens moet ik wel de chips halen die 's avonds gegeten wordt. Snap je wat ik bedoel? En dat zal denk ik voor alle stiefmoeders in Nederland zo zijn. Of alle bonusmoeders. Dat blijft een ding. Dat zal nooit helemaal weggaan, denk ik. En van je eigen kinderen kun je natuurlijk meer hebben dan van andere kinderen, toch? Dus dat is natuurlijk ook een gevoel wat je hebt. Ja, nou ja, goed. In het begin kon ik inderdaad minder hebben. Maar nu merk je, nu ben ik langer samen. Je kan al wel dan meer gaan hebben. Ja, dat wel. Dat is echt, beter, ja, zeker. Ja. Ik vind het wel mooi dat je het even benoemt. Want ik denk dat inderdaad het ook weer iets wat niet veel wordt besproken. Zit ik nu over na te denken. Want er zijn heel veel stiefmoeders. Nee, je bent altijd de valse stiefmoeder. Ja. Er wordt zelfs gevraagd, vaak in de DM's, van ja, was hij met zijn ex nog samen? Want ze gaan er zelfs vanuit dat je dan iemand homewrecker gewoon bent. Uit hun huis getrokken hebt. En dat is gewoon zeker niet het geval. Ja. Dat is het ziekenhuis. Dan gaat Ed wel even opnemen. Ja. Gaat hij achterlangs lopen. Dan hangen ze al op. Oh. Neem nou op. Ja, maar niet uit dat het erop staat. Ja, het hoort allemaal bij. Edwin gaat eventjes bellen met het ziekenhuis. Ja, we hebben. En Luna gaat niet zo goed. Nee, ja, ik wou zeggen, want ik zei het al. Hè, we hadden het er net al even over als het zou gebeuren. Ja. Maar wil je de mensen eens vertellen die nu luisteren en denken de hele tijd, Luna? Luna. Die jou dus nog helemaal niet kennen. Van, hé, wat is er dan met jou? Nou ja, met jullie eigen kindje. Ja, ja goed, Luna die is bijna 1. En die is vorig jaar geboren. En toen was het eigenlijk al gelijk, er was iets te zien aan haar, maar we wisten niet wat. En toen al vrij snel bleek dus dat zij gehandicapt was. Zij heeft het Prader-Willi-syndroom. Dat is eigenlijk net zoiets als syndroom van Down. Hè? Want dat is het wat meeste mensen kennen, syndroom van Down. Mm. Alleen dan echt innerlijk. Bij syndroom van Down zie je vaak nog iets aan de oogjes. Of zie je toch wel iets. En bij haar zie je eigenlijk niks. Maar van binnen heeft zij ontzettend veel beperkingen. Loopt achter op veel vlakken. Mm-hmm. En zij heeft gewoon hier en daar echt problemen met gezondheid. En dat was bij ons best wel een klap. Want ik heb gewoon de NIP-test gedaan. Ik heb gewoon alles netjes. De zwangerschap is correct verlopen. Niet gedronken, niet gerookt. Helemaal niks. Geen spannende dingen. Mm-hmm. En dat is gewoon een pure dokter zei, ja, jullie hebben een fabrieksfoutje gehad, zegt hij. Dat is gewoon 1 op de zoveel 1000 gebeurt dat. En dat is bij jullie gebeurd. Ja, goed. Mm-hmm. En dan heb je een gehandicapt kind. Maar goed, zo positief als dat wij eigenlijk altijd zijn, hebben we er gewoon opgepakt, mee naar huis genomen. En mm-hmm. Daar was ze, weet je wel. En we hebben eigenlijk nog totaal geen mankementen, problemen. Nogmaals, dat is ook een luxe. Want wij kunnen natuurlijk heel veel veroorloven. Wij kunnen heel veel voor haar doen. Wij kunnen heel veel voor haar kopen. Als de dokter zegt, dit heb je nodig, dan heb ik het de volgende dag in huis. Dus dat is natuurlijk wel een luxe. Laten we dat voorop stellen. Maar ons kindje heeft gewoon heel veel dingen. En nu is zij, vorige week heb ik met haar in het ziekenhuis gelegen. Want ik ben altijd degene die in het ziekenhuis slaapt. En dan zorgt Edwin dat de zaken doorlopen, zeg maar. En ze had ontzettende uitdroging, dus ze hebben weer zondevoeding gekregen. En toen hebben we bloedonderzoeken gedaan en toen bleek dus dat zij niks had. Dus dat is mooi, dat ze gewoon uitgedroogd was. Alleen nu is zij dus nog steeds dusdanig ziek en loopt dusdanig leeg dat niet goed gaat. En ze gaat eigenlijk momenteel alleen maar achteruit. Ze slaapt hele dagen, wordt niet wakker, valt flauw, dus ja. We moeten straks weer door. Dus toen ik hier ook binnenkwam, heb ik ook tegen Vee gezegd, ik heb 1,5 uur max. En dan moet ik direct weer terug. En dat is wat nu bij ons leven hoort. En dat gebeurt nu dus ook vaker. Dat wij dan ergens zijn, dat we opgebeld worden, je moet naar je dochter komen. En het enige wat ik dan kan denken is, ja god, ze komt er weer goed uit, weet je wel. Je hebt natuurlijk ook ouders die echt hun kind verliezen. Mm-hmm. Omdat een kind een kanker heeft of iets in die richting. Ja, dan zou ik zou dat niet kunnen overleven. Ik hou mezelf omhoog omdat ik weet dat ze blijft leven. Mm-hmm. Dus ja. Ja, en je noemt, want ik wil het er inderdaad zo even over hebben. Want mensen denken misschien nu, oh nou moest je dan niet gewoon nu al weg. Maar we hebben dit wel samen even besproken natuurlijk. Maar jij noemt op een gegeven moment, hè, Luna heeft bepaalde gezondheidsklachten of problemen. Mm-hmm. Want ik kan me voorstellen dat niet iedereen dit kent. Nee. Het Prader-Willi-syndroom. Nee. Dus zou je, wat is dagelijks waar Luna dan mee te maken heeft? De voornaamste dingen die bij het Prader-Willi-syndroom is de achterstand. Mm-hmm. Zowel in ontwikkeling als spieren als lichamelijk dus. Dus bijvoorbeeld een kindje gaat normaal met 7, 8, 9 maanden gaat ze zelf zitten. Dan kan ze lekker de hele middag zitten en dan gaat ze zitten spelen. Ons kindje kan een paar minuten zitten en dan valt ze om. Want ja, ze heeft die kracht niet in haar lichaam. Nou ja, de
Kijk, nu, een baby is een baby. Dus in dat opzicht zal je nu niet heel veel aan haar zien, hè? Zo kan je het zeggen. Maar als zij straks natuurlijk 2, 3 en ze gaat nog steeds niet lopen, of ze gaat nog steeds niet zelf goed eten, kijk, dan ga je natuurlijk pas merken van, hé, mijn kindje is echt anders. Elke baby heeft dezelfde zorg nodig. Dus daar, ja, daarin zie jij nu nog niet heel veel. Als jij ons kindje nu ziet, dan denk je, nou, het is gewoon een baby. Bijna een jaar, niks aan de hand. Mm-hmm. Kijk, wij weten dat ze nog steeds niet zit. Wij weten dat ze nog steeds niet kan eten wat een normale baby van een jaar eet. Wij weten dat ik s'nachts op 1 oor lig omdat ik bang ben dat ze stopt met ademen. Ze kan nu inmiddels een klein beetje omrollen, maar ze snapt niet dat haar hoofdje dan omhoog moet. Weet je, allemaal van dat soort dingetjes. Dat zijn allemaal kleine dingen die zie je niet bij ons op social media. Want dat hou ik allemaal achter. He, mensen denken altijd dat ik alles deel van haar, maar dat is eigenlijk helemaal niet het geval. En de grote lijnen, ja, die laat ik zien op social media. Dus als je haar een maand geleden zie je haar liggen en nu heb ik laten zien dat ze wel even kan zitten, weet je wel. Ja, nou ja, goed. Mm. En daaraan merk je dat zij dus anders is. Ja. Hey, en je zegt net van, hè, ik lig eigenlijk op 1 oor. Het lijkt me ook wel echt een ongerust... Ja, ongerust leven. Het is terug. En het is voor er de weer. Kijkers. Ja. Het is terug. Ja, maar kijk, weet je, als zij niet ziek is en als zij gewoon goede dagen hebt, dan kan ik heel rustig slapen. Mm-hmm. Maar van de week had ze dus inderdaad dat omrollen, weet je wel. Ja, dan wordt het wel spannend, want dan ging ze s'nachts opeens omrollen en dan moest ik naar boven rennen, weet je wel. Mm-hmm. Dus ja, dat was spannend. En de eerste maanden, dat was voor mij vooral gewoon heel heftig. Omdat ze toen inderdaad, als zij zieker werd, kreeg ze inderdaad moeite met ademhalen. En ja, ik was heel erg bang dat ze dan stopte met ademen. Mm-hmm. Dat had ik heel erg, dus ik lag heel erg te waken. En ja. Hij had dat wel in gevoel, maar ik had niet het idee dat jij nou 's nachts terecht wakker van lag. Nee. Nee, ik lag niet wakker. I need some sleep, ja. Yeah. Ja. Yeah. Nee, maar het lijkt me wel voor jullie alle twee, want hey, je zegt het al van, hè, want dat zeggen mensen vast ook vaak, heb je dat niet getest, maar jullie wisten het dan niet. Nee. Hoe was het dan, hè, dat je dat opeens horen krijgt? Nou, want je denkt... Test dan niet naar voren, hè, dit. Nee, daarom is het niet naar voren. Ja, maar maakt niet uit, Ed. We weten dat je mee bemoeid bent. Ja. Fijn dat je mee bemoeid. Ja. Nee, maar wat gaat door je heen als je denkt van, ik heb een gezond kindje en dan hoort van, hey, ik heb een gehandicapt kindje? Nou ja, toen in het ziekenhuis zei ze inderdaad op een gegeven moment van, nou, ik heb het slecht nieuwsgesprek. En toen werden we op een kamertje genomen. En dat was heel raar. Ik weet nog dat Edwin het eerste... jij vroeg van, jij komt in een rolstoel of zo? Ja, ze zei gewoon meteen dat ze dus het Prader-Willi-syndroom hebt, zeg maar, wat ja. ze hebt. En dat het niet veel voorkomt. En ja, toen legde ze een beetje uit wat het was. Mm-hmm. Ja, en toen zei ik over, meteen, ja, komt ze in een rolstoel? Wordt ze dan echt heel erg gehandicapt en zo? Want ja... Dat is natuurlijk, het is allemaal heel heftig natuurlijk, dat soort mededelingen. Maar ja, het is gewoon heel breed natuurlijk wat ze hebben. En je weet niet waar ze uiteindelijk gaat eindigen. Nee. Dat is dus ook een beetje het onzekere wat we eigenlijk hebben. Ja. Want ze heeft een Prader-Willi-syndroom, maar dat is best een heel breed... Ze kan in een breed ding kan ze eindigen, zeg maar. Ze kan hoog eindigen, ze kan wat lager eindigen of in het midden. Mm-hmm. En dat hangt er vanaf hoe ze zich ontwikkelt. Ja. We zijn natuurlijk wel heel vroeg bij, omdat ze dus eigenlijk binnen 8 dagen of zo, dan wisten ze dat toch? Ja, 2 weekjes. Ja, zoiets. Max, ja. Zoiets, max 2 weken of zo wisten we het al, dat ze dat had. Dus we zijn wel, zeg maar, gewoon meteen in die molen terechtgekomen van al die onderzoekjes. En in Rotterdam zijn ze dan gespecialiseerd in dit syndroom. Zijn we ook meteen geweest, een paar keer op gesprek. En hebben ze ons ja, meer verteld eigenlijk wat het allemaal inhoudt en zo. Maar wat deed het gesprek met jou, vragen ze? Ja, nou, het gesprek was wel, ja, het is natuurlijk echt wel schrikken. Dat was eigenlijk ja. Nou ja, dat is toch hartstikke schrikken. Dat is toch, ja, weet je, als je denkt dat alles goed is. Ik heb natuurlijk al 3 kindjes. Hè, en dat, ja. Je weet eigenlijk niet dat het ook op deze manier kan. En als je het op deze manier zo meemaakt, zoals wij dat nu meemaken. Dan hoor je toch eigenlijk ook wel van veel meer andere mensen. Dat ze toch ook wel problemen hebben gehad. Ja. En je weet niet wat voor, misschien niet zo erg dat ze echt zo gehandicapt zijn. Maar dat ze toch ook allemaal opstartproblemen hebben gehad. Dat er toch veel meer kindjes zijn die zonder voeding hebben gehad. Ja. Of zo aan het begin. Wat ik zelf niet echt besefte. Omdat het bij mij 3 anderen niet gebeurd is en zo natuurlijk. Dus ja, dat zet je dan toch allemaal wel weer aan het denken. Dat het allemaal niet meer zo normaal is om eigenlijk een gezond kind te krijgen. Nee. Ja. Dat eigenlijk wel vaker gebeurt, dit soort... Maar het was wel heel heftig, die mededeling, toch? En zeker voor Valerie. En voor mij natuurlijk ook. Maar Valerie heeft heel moeilijk. Ik weet nog heel goed dat we naar huis gingen. Ik weet niet of jij het je nog kan herinneren. Ik was natuurlijk ook gewoon net bevallen, hè? Mm-hmm. En normaal ga je natuurlijk 5 dagen plat. En heb je een kraamverzorgers en zo. Dat was bij ons natuurlijk allemaal niet aan de orde.
En we gingen naar huis toe. En met de lege Max Cozy. Want ze had het gesprek met ons gevoerd. Toen zei ze, we kunnen haar nu vanavond hier nog even op de afdeling houden. Dat is zeg maar zo'n speciale couveuse afdeling. He, daar is constant iemand bij. Dan kunnen jullie heel even het nieuws verwerken met z'n tweeën. Dan kunnen jullie er of vanavond ophalen of morgenochtend. Nou, toen zijn we naar huis toe gegaan. En ik weet nog heel goed, ik ben met een krukje onder de douche gaan zitten. Want ja, alles was bij mij nog niet zo lekker. En toen ben ik heel hard gaan huilen. Ik kon alleen maar roepen, mijn kindje, mijn baby. En Edwin die was alleen maar bezig met avondeten. Die was heel snel bezig met orde van de dag. Dat je naar die snackbar wilde. Weet je dat nog? Zeker wel. Ja, ik doe even, voor de mensen die niet kijken, ik doe even of ik het niet meer weet. Ja. Heel veel honger. Ja. Hij had honger, toch? Ja. En ik zat alleen maar. En hij is zo positief altijd. Dat heeft mij er ook doorheen geholpen. Maar op dat moment ook. En ik was aan het huilen. En hij zei, ja, het is allemaal heel erg. Maar wat wil je nou? Moet ik een kaassoufflé? Wil je een frikandel? Weet je. Hij bleef er maar over door. En ik was alleen maar verdrietig. En toen zaten we uiteindelijk aan tafel. En toen hadden we het erover. Ik zeg, ja, maar wat vind je er dan van? Jij zegt, ja, we gaan het er gewoon voor. Ze leeft. Ja, ze hebben een mooi leven. De arts zegt dat ze gewoon net zo oud als ons kan worden, weet je. We gaan ervoor. Dus hij was eigenlijk heel snel, heel positief. Dat ik dacht van, ja, maar mijn leven is ingestort. En hij was alleen maar van, ja, nou ja, goed, ze leeft toch. Ja, en, goed, je moet gewoon met leren leven. En ja. Ze kan, die arts heeft gezegd dat ze prima leven kan hebben. En net wat ik zeg, dat ik het gewoon vanaf hoe ze zich gaat ontwikkelen. Ja. Maar ik vind het wel knap dat je zo, ja, zo'n knop kan omzetten. Ja, maar je moet ook een beetje de positieve dingen zien. Als we alleen maar negatieve dingen gaan zien, dan wordt niemand vrolijk van. En zij al helemaal niet. Nee, maar het klinkt wel of je heel erg de rots in de branding bent. Op dat moment wel, ja. En op dat moment vond ik het heel irritant. Hè? Want dan denk ik van, ja, rot op met je kaasjeflé, weet je. Wat maakt mij nou uit? Je kunt frikken welke naar je hoofd krijgen. Mijn hele leven lag in duigen en hij zat alleen maar van, ja, het gaan weten, weet je wel. Nee, maar zoals nu kijken we ook gewoon naar de dingen die ze wel kan en positief. En ze is altijd super vrolijk en altijd leuk. Nu ook. Ze is nu hartstikke ziek en ze zit er gewoon te lachen. Ze zit te lachen en ze is hartstikke vrolijk en leuk en lief. En we hebben helemaal geen kind aan. Nee. En ja, weet je, natuurlijk is het anders dan andere kindjes. Maar we moeten er wel gewoon mee omgaan, hè? Ja. Ja. En dus ook, wij gaan natuurlijk ook stap voor stap. En wij komen natuurlijk ook steeds meer in dit traject. Gewoon terecht uiteindelijk. En we rollen ook een beetje met het balletje mee. Ja, je gaat er ook steeds meer aan wennen. Net als dat ze dan straks naar het ziekenhuis moet. Ja, je weet het al. Mm-hmm. Ja, weet je, we weten ervan dat je daar vanavond blijft slapen. Ik weet precies wat ik pak. De eerste keer ziekenhuis had ik me te vervelen. De tweede keer nam ik mijn iPad mee. Weet je, je gaat ook leren om met dat soort dingen om te gaan. Mm-hmm. Ik weet dat ik vanavond lekker sushi bestel daar. Ja, dat doe ik altijd als ik in het ziekenhuis zit. Nee, ja, je moet jezelf toch ook een beetje fijn maken. Nee, zeker. Ja, kijk, en het is net wat ze zeggen. Je went er ook een beetje aan. Natuurlijk is ziekenhuisbezoeken totaal niet leuk. Niemand vindt dat leuk. Neem ik aan dat niemand het leuk vindt. En, maar ja, goed, wij zijn er wel gewoon zo een beetje in gegroeid eigenlijk. En Valerie doet dat wel meer dan mij, want ik heb daar niet echt geduld voor. Om daar echt, want je zit natuurlijk in een heel klein kamertje. Samen dan wel, de moeder-kindkamer, zeg maar. Ja. Maar ja, dan moet je wel gewoon de hele dag op die kamer zitten. En ik ben daar heel goed in stilzitten. Maar Valerie, nee, dat hadden we net al gehoord. Ja, ja, had je net al gehoord. Ja, maar Valerie gelukkig wel. Dus die neemt dat meestal op zich. En dan kom ik gewoon een paar keer per dag langs. Als de mogelijkheid er is. Als de mogelijkheid er is. Want hij doet dan blijven, de zaken. We moeten natuurlijk ook blijven werken. Alles loopt natuurlijk gewoon door. Ja, maar ik vind het wel. Ik zit te luisteren. En ik denk ook wel luisteraars van. Oh, het is wel ontzettend krachtig. Dat jullie dus gewoon veel zorg hebben voor Luna. En ook je onderneming blijft runnen. Ja, en daar ook keuzes in. Dat is echt wel heel zwaar. Ja, dat lijkt me dus ook. En maar dat, ook de kinderen, hè? Omdat jij zegt van, ik deel ook nog niet altijd alles. Nee. En ik denk ook weer in dit stuk van, volgens mij denk ook wel dat er een stuk is inderdaad dat je bewust niet laat zien. Maar omdat het ook moeilijk en zwaar soms is. Ja, natuurlijk is het soms ook wel zwaar. Ja. Zeker. En vooral als de kinderen er zijn. Kijk, nu komt het tussen aanhalingstekens. Vandaag komt het goed uit. Dat Luna naar het ziekenhuis moet, want zijn kinderen zijn er vandaag niet. Weet je, dus hij heeft dan iets meer bewegingsvrijheid. Maar stel het gebeurt precies in die dagen dat die kinderen bij ons zijn. Ja, dat is echt van top naar teen, van school naar tennis. Alles gaat door. Ze moeten natuurlijk gebracht worden, opgehaald worden. Ze moeten naar sporten. Alles gaat door. Eten, ze moeten op tijd naar bed. Ja. Want volgende ochtend moeten ze weer vroeg naar school. Ik moet als ik naar de bakkerij ben soms ook om 6 uur de deur uit. Dus dan brengt Valerie soms die kinderen naar school. Maar goed, als Valerie in het ziekenhuis is, dan trommelen we mijn ouders En als we echt pech hebben, heb ik net de dag daarvoor heb ik op TikTok gezet. Nou, morgen doen we een nieuwe collectie online. Nou, dan zal je net zien dat Luna in het ziekenhuis komt. En dan zit ik in dat ziekenhuis als een gek die collectie erop te rammen. Ja, dat is echt... Maar goed. Ja, het gaat altijd gewoon door. En we moeten het gaat altijd door. Maar wat ik net ook zeg, weet je, je gaat met een beetje met het balletje wordt het gerold. En weet je, het bedrijf wordt ook steeds groter en gaat steeds verder eigenlijk. En dat is natuurlijk met Luna ook. En die rolt gewoon een beetje mee met het balletje eigenlijk. Ja. Ik denk dat je best zo een beetje kan vergelijken. En dat we daar gewoon in mee rollen. En dat wij daar ook gewoon met z'n tweeën gewoon in groeien. Gewoon.
Ja. En hebben jullie, want jullie klinken best wel als een gewoon super hecht team en dat jullie heel sterk staan. Maar heb je ook mensen inderdaad die je dan daar, want je zegt even je ouders, hè, waar ze nu zijn. Mm-hmm. En verder? Mijn ouders, zijn ouders. En dat is eigenlijk de vaste kring waar ik haar alleen laat. Nou ja, goed, we hebben gewoon heel veel geluk dat haar ouders voor op kunnen passen. Mijn ouders kunnen ook eigenlijk altijd oppassen. Dus daar hebben we gewoon heel veel geluk mee dat onze ouders eigenlijk altijd beschikbaar zijn, om het zo maar te zeggen. Ja. En, vond ik in het begin ook echt vreselijk. En die staan gelukkig gewoon altijd klaar voor ons. En die helpen ons er gewoon wel overal mee eigenlijk. En dat is natuurlijk wel heel fijn. Want als ze dat niet hadden, was het ook wel... Was het nog wel een stuk zwaarder geweest. Ja, goed, Edwin die zegt nu dat ze altijd kunnen oppassen. Maar we hebben het dan bijvoorbeeld over één dag per week. Hè? De rest van de week heb ik Luna gewoon bij me. Niet dat Luna elke dag weg is. Maar als er echt nood is, kunnen ze altijd wel... Als er nood is, kunnen ze oppassen. Dan regelen ze ook wel dat ze er gewoon voor ons zijn. Dat is natuurlijk wel heel fijn. Ja. Ja, en als ze niet kunnen, heb ik ook altijd nog een zus die wel gewoon altijd wil oppassen. Of die dan de andere kinderen wil halen als ik het niet kan. Of zo hebben we wel mensen om ons heen die er gelukkig altijd wel voor ons zijn. Dat is een kleine kring. Ja, maar het is toch fijn, want ik kan me inderdaad voorstellen. Of stel dat je of zelfs nog alleenstaande moeder bent en dan zoiets meemaakt dan... En je hebt weinig mensen om je heen dat het helemaal pittig is. Maar dat is bij meerdere dingen zo. Hoor. Want laatst had ik ook zo'n besefmoment opeens. Want ik was dan heel lang in het ziekenhuis geweest. En dan moet je altijd parkeren. Dan heb je zo'n parkeerkaartje, weet je wel. En toen was ik daar vet lang geweest bij het AMC in Amsterdam. En toen moest ik afrekenen. Het parkeerkaartje was echt 12 nog wat of zo. Mm-hmm. En normaal dacht ik daar eigenlijk nooit zo heel veel bij na. Maar nu, weet je, als jij 3-4 keer per week naar zo'n ziekenhuis en 3-4 keer per week gooi jij dat neer. We hebben natuurlijk meegedaan aan het programma en ons weekbudget was gewoon alleen de parkeerkaartjes van het ziekenhuis. Mm-hmm. Kan je nagaan, weet je, als jij het wat minder hebt en je hebt een zorgkindje. Ik denk dat dat echt wel heel pittig is. Ja. Echt. Ja, dat denk ik. Ja, maar daarom hebben we natuurlijk ook gewoon het geluk dat we het gewoon goed hebben, zodat we wel... die dingen gewoon ook gewoon kunnen doen. En zoals laatst had ze weer een speciaal... of was voor haar ontwikkeling een goed stoeltje... een speelstoeltje thuis. Dus ja, dat hebben we dan... Werd niet vergoed. Nee, dus dat bestellen we dan gewoon meteen... omdat het voor haar ontwikkeling ook weer goed is. En dan moet ze dan iedere dag een half uurtje inzetten of zo. Volgens mij of iets. Ja. En dat is dan voor haar ontwikkeling ook goed. En we hebben natuurlijk gewoon geluk dat we dat dan gewoon meteen kunnen bestellen. Ja, dat zei je al van als ik iets... Maar daardoor werk ik ook zo hard. Nee, maar dat ik snap het ook wel. Jullie werken er hard voor. Dus dan kun je dat... ook permitteren. Ja. Ja. En je noemt al even het programma. Je hebt natuurlijk meegedaan aan... dan moet ik het goed zeggen. Steenrijkstraat Arm. Ja. Hoe was dat voor jullie? Zo op tv, op Hoe de buis. Hoe was dat voor jou, Ed? Nou, ik vond het echt een supermooie ervaring. En wat vond je er supermooi aan? Nou ja, omdat het toch... kijk, je bent er eigenlijk in het dagelijks leven iets zo mee bezig. Hè, dat mensen het echt een stuk slechter hebben. Mm-hmm. Wij kunnen natuurlijk in principe als wij zeggen van... ja, we gaan de supermarkt willen dit eten, eten we dat. Weet je? En dan denken we er verder eigenlijk niet over na. Maar dat er toch echt wel een hele hoop mensen zijn die het echt een stuk minder hebben. En die daar wel iedere dag mee rondlopen. Ja. En omdat wij natuurlijk ook echt geruild hebben. En ook echt daar het leven hebben geleefd wat zo iemand dan leeft, zeg maar. Ja, dat was natuurlijk wel confronterend. Maar aan de andere kant ook weer een hele mooie ervaring. Ja. Dat was mijn mening. Nee, toch? Zeker. Kijk, ik ben zelf van heel ver gekomen, dus ik weet hoe het is om wat minder geld te hebben. Ja, dat heb ik gezien in de aflevering. Ja, dat je dat vertelde. Dus bij mij is het iets anders, het gevoel. En ik heb dat altijd al. En die week heeft mij wel weer eventjes inderdaad weer extra wakker geschud. Want ja, mensen zeggen van ja, je werkt zoveel, er is meer dan werk en dit en dat. Maar ik werk zo knetterhard omdat ik gewoon nooit meer terug wil naar dat. Mm-hmm. Ik wil dat niet meer. En dat is waarom ik zo knetterhard met hem werk eigenlijk. En wat bedoel je dan met precies, ik wil dat niet meer? Ik wil niet meer naar de voedselbank. Ik wil niet meer... kijk, ik heb dingen vroeger gezien bij mijn ouders bijvoorbeeld. Hè, dat wij dan een prakje uit de vriezer hadden. En mijn moeder zat dan aan een boterham. Ja, ik wil dat niet. Ik wil dat niet aan mijn kinderen laten zien. En ik zeg nu mijn kinderen. Ik weet dat daar misschien mensen over gaan vallen. Maar ik zie mijn stiefkinderen ook echt als mijn kinderen. Mm-hmm. Het zijn biologisch niet mijn kinderen, maar ik noem ze wel zo. Want ik vind het heel moeilijk om te zeggen, ja, mijn dochter en mijn stiefkinderen. Dus ik zeg altijd mijn kinderen, voor als er vragen komen. Maar ik wil dat gewoon niet. Ik wil het gezin zo draaien zoals we nu hebben. Weet je, en als wij zondag zeggen van... hey, we willen met die kinderen naar een pretpark. Gaan we zondag naar een pretpark. Dat wil ik. En tuurlijk moeten ze ook leren dat het anders kan. Toch, de kinderen? Zeker. Maar ik vind het belangrijk dat we ze dat gewoon wel allemaal kunnen geven. Ja, nou, dat was te zien. Ja, in de aflevering. Ja. 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 Ja.
Nou, fijn. Ja. Ja. Hey, en we hebben het even over Luna gehad en over wie jullie dan een beetje zijn. Mm-hmm. Je bent natuurlijk ook heel erg bekend van TikTok. En Ed staat er inmiddels ook al een paar keer natuurlijk doet mee. Maar ik ben wel heel erg benieuwd, want ik denk iedereen vindt dat leuk. Op een gegeven moment denk ik, je hebt een grote TikTok. Maar ik ben ook benieuwd naar de andere kant. Want het lijkt me en leuk en het lijkt me een hele andere kant aan zitten. Vertel jij iets? Vertel jij eens een verhaaltje. Wat denk jij dat ik de verkeerde kant van TikTok vind? De verkeerde kant? Nou, het begin is natuurlijk allemaal heel leuk als je begint en zo. Dat is echt wel leuk. En dan zie je natuurlijk al steeds groeien en zo. Maar uiteindelijk, als je nu zoveel volgers hebt. Kijk, je wordt natuurlijk op heel veel plekken word je gewoon herkend. Mensen schreeuwen, ik volg je op TikTok of zo. Die schreeuwen over straat en die willen op foto's. En ja, weet je, je gaat niet meer zo undercover door het leven als dat je daarvoor ging. Mm-hmm. Dus, maar goed, wij doen op TikTok wel zoals we ook eigenlijk gewoon zijn. Dus we gedragen ons niet anders of zo. Dus wij hoeven niet op te letten dat we in het dagelijks leven ons dan anders gaan gedragen of zo. Mm-hmm. Dus dat is wel. Maar ja, ik denk wel dat mensen je echt herkennen en zo. Dat wel anders dat is. Dat is één keerzijde. Nou ja, aan de ene kant ook wel leuk, maar soms is het ook wel eens vervelend natuurlijk. En aan de andere kant ook, mensen hebben natuurlijk ook, als je groter bent, voor niemand doe je het perfect. Nee. Weet je, je doet voor 80% goed, voor 20% niet. En dat is met alles zo in het leven. Want je kan nooit iedereen tevreden houden. Mm. Maar die negativiteit, die heeft toch altijd de overhand. Ja, dus zo werkt het brein nou eenmaal ook. Ja, maar zo werkt het met alles zo, weet je. Als mensen dan één negatief ding zeggen. Of die zeggen, ze doet het niet goed of dit niet, weet je. Soms is het wel gewoon heel pijnlijk, weet je. Omdat je gewoon heel hard werkt en heel hard je best doet. Om andere mensen ook tevreden te maken en zo. En als je dan, als dan toch mensen daar heel veel kritiek op hebben of echt geen leuke dingen over zeggen, is dat natuurlijk ook echt niet leuk. Ja, of je persoonlijk aanvallen terwijl ze eigenlijk niks van je weten. Want mensen denken ons te kennen en mensen denken te weten hoe wij zijn. Mm-hmm. Maar ze beseffen nog steeds niet dat ik deel wat ik wil delen. Ja, dat is ook met Luna. Niet alles van Luna staat erop. Als Luna een keer een goede dag heeft, maak ik 3 keer een outfitcheck. Weet je, en die kan ik over 3 verschillende dagen plaatsen. Ze weten eigenlijk helemaal niets. En dat vind ik het ergste, die persoonlijke aanvallen, terwijl ze je eigenlijk helemaal niet kennen. Want dan lees ik wel eens terug van, wat mag je hier alles zeggen? Ik wil zeggen, ik wil gaan vragen van wat zijn dan die dingen inderdaad, waar jij van denkt, je kent me niet, je plaatst dit. Ja goed, dan gaan we lekker los. Als er zoiets staat als ordinaire Del of zo, dan denk ik, ja dat klopt. Dat vind ik niet spannend. Dan denk ik van dat klopt ook wel. Ik loop er soms ook wel een beetje dat ik denk. Kun je even gaan staan voor de kijkers thuis? Een kort rokje aan, hooglaarzen. Lekker. Weet je, gewoon dat klopt. Weet je, er stond er wel eens een Amsterdamse ordinaire Del. Nou, daar word ik ook niet warm van. Maar als iemand zegt, ik ben Valerie gestopt met volgen. Het is me echt bijgebleven, deze reactie. Ik ben gestopt met volgen omdat ik haar zo arrogant vind. Ja, en dan ben ik gewoon 3 dagen van de leg als ik dat lees. Mm-hmm. Zo arrogant. Zij zitten meer mee dan mij. Ik schakel gewoon uit en ik denk, laat me gaan. Je kan niet voor iedereen perfect doen. Nee, maar jij bent Mr. Positive. Dus ik laat het gewoon even. Ik kan niet overop reageren, toch? Nee, maar het is ook niet dat ik er dan op wil reageren. Maar dan denk ik, dat doet me echt pijn. Dan denk ik, heb ik iets gedaan? Heb ik haar pijn gedaan? Ben ik arrogant geweest? Heb ik iets naars gedaan? Misschien ben ik wel een keer voorbij gelopen. Keek ze me aan, heb ik niet teruggelachen? Ik ga het echt bij mezelf zoeken. Oh, echt. Ja. Terwijl die mevrouw mij waarschijnlijk helemaal niet kent. En die zit waarschijnlijk op 3 hoog bij een flat achter in Amsterdam-Oost achter de geranium. Maar ik vind het heel erg dat zij dat van mij vindt. Mm-hmm. Vind ik heel erg. Echt. Ja, en op met die aflevering van Sterrenstraat. Ja, wat zijn daar de reacties op geweest dan? Nou, de pijnlijkste. Ja. Maar heb je ook positieve reacties? Ja, heel vast veel. Heel veel. Maar dat is net wat ik ook zeg. Weet je, 80% positief. Ja. Je doet nooit voor iedereen 80, goed. 80-20 slaat ook nergens op. Ik denk dat wij echt 90-10 zitten. Ja, dat maakt niet zoveel uit. Gaat om het idee. 10% uit. Ja. maar dat van Sterrijk staat arm. Het ergste wat ik vond. Op een gegeven moment zat ik. Want ik mag van Edwin niet altijd meer alles lezen. Hè, want hij zegt, daar word je alleen maar negatief van. En, ja, maar dat is ook zo. Het werkt toch ook zo. En toen kreeg ik een mailtje in onze werkmail. Heb je gelezen wat er op Twitter over jou staat? Ja, dan kan ik het toch niet laten. Als iemand al helemaal gaat mailen, dan denk ik van dit moet wel heel heftig zijn. Ik gekeken en er stond dus dat tijdens de hele aflevering van Steenrijk Straatarm Edwin alleen Luna had vastgehouden en ik alleen de hond. Dus ik was een moeder die niet om mijn kind gaf, hè, en ik had lange nagels. Dus waarom is die man altijd Luna aan het tillen en val alleen maar de hond?
Ja, dat is letterlijk gewoon hoe het programma dat wilde. Met elk short werd er gezegd, val hou die hond vast. Ed, hou Luna vast, dat is mooi voor het beeld. Dat heeft niks te maken met hoe wij dat in het dagelijks leven doen. Maar dat hele Twitter, er werden echt meerdere reacties daarover werden er gezet. Dat ik dacht, nou, maar dat is toch helemaal niet hoe dat normaal gaat? Nee, maar dat weten mensen natuurlijk niet, want tv is ook super framend natuurlijk. Nee, tuurlijk. Ja, weet je, moet nagaan, er wordt daar gewoon ruim meer dan een week gefilmd. Ja. En er wordt even 3 kwartier of 40 minuten, weet ik veel hoe lang het duurt, wordt dat gewoon allemaal even gepropt. Ja. Dus het zijn natuurlijk hele korte momenten. En ja, ze kunnen nooit alles laten zien wat er gebeurt. Nee, maar dat bedoel ik. Dus het is geframed. Maar als je daar even logisch over nadenkt, denk je misschien, nou ja, het is tv, weet je wel. Het, ja, maar goed, als ze dus daar al over vallen, dan word ik wel heel verdrietig. Dan denk ik, oh god, had ik dan ook Luna vast moeten houden? Ja, 9 van 10 kan ik er niet eens lang vast houden, want ze is ontzettend zwaar. En ze geeft niet echt lekker mee. En met die zondevoeding is allemaal lastig. Hij is gewoon een stuk sterker. Dus vaak gebeurt het ook dat hij de tilt. Maar dat soort reacties denk je wel, oh, je doet me echt pijn. Weet je wel dat jij mij pijn doet, weet je wel? Ja. Maar dat kan je niet tegen iedereen zeggen, helaas. Nee. Nee, ja, en dan ben je inderdaad ook wel heel lang bezig, denk ik. Ja. Nee, maar het is wel, weet je, want wat je al net zei, van ik word nu erkend en ik word ook steeds bekender. Ja. Dus het zal niet minder worden, nee, natuurlijk. Zie ik ook wel eens reacties over, oh, je wilde zeker altijd al bekend worden. Hoe voelt het nou? En dan zit ik te kijken van, ja, maar het gaat allemaal heel geleidelijk. Het gaat allemaal, het is een jarenplan dit. Het is niet dat ik pats, boom, dan had ik wel een Temptation meegedaan. Zeker waar. Voor de mensen of Ex on the Beach of voor zo. Voor mensen die daar nog zeggen, nee, ik doe leuk mee voor de leuk. Ik wil iemand vinden. Ja. Ja, zijn echt hoe lang ben je bezig? 3 jaar of zo nu? Of zo, ja, sorry, maar vroeger als kind deed ik ook ontzettend veel. Ja. Nee, maar ik bedoel, met TikTok ben je 3 jaar. TikTok ja, nu, nee, 2, nog niet eens. In september 2 jaar. Oh, nee, dat weet ik niet precies, maar goed. Anniversary. Oeh, dan staat deze aflevering online. Ja. Hey, en krijg jij, want wat dit gaat over jou, het lijkt me ook van, ik zou ook iemand zijn die dan persoonlijk gaat aantrekken, maar het lijkt me ook wel, worden ook dingen gezegd over bijvoorbeeld Luna. Ja. En omdat jij natuurlijk, veel mensen zien jou volgens mij ook als, jullie zijn een heel krachtig stel, maar daar ook wat je net zegt van, ik ben druk. He, is er wel tijd voor Luna? Ik kan me voorstellen dat mensen daar ook weer mee gaan bemoeien. Daar vallen ze zo vaak over. Maar die zie ik niet meer. Daar heb ik nu van geleerd. Nee, die zie ik nu niet meer. Maar die deden wel heel veel pijn. Ja. Mm-hmm. Werd inderdaad ook vaak gezegd, misschien moet je je bedrijf stopzetten. Dan kan je aandacht aan je kind geven. Of als je niet zo hard had doorgewerkt in de laatste week van je zwangerschap, had je kind niet gehandicapt geweest. Dat soort dingen. Zeker, die komen wel eens zo. Zo, maar dat is wel echt heel hatelijk, die laatste. Dat is echt hatelijk. Maar dan haat je mij ook echt. Dat vind je mij echt niet leuk. Anders kan je dat ook echt niet zeggen. Ja, toch? Maar, ja, en je haat iemand en je neemt toch even de moeite om het te zien. Ja, het zit ook gewoon weer te lachen. Ja, nee, het is hartstikke heftig, schat. Ja, goed, weet je wat ik net ook gewoon zeg. Je moet toch gewoon nee. Ja, ik sluit me daar gewoon vooraf. Nou, ik vind dat echt heel knap. Ja, want echt, het is, ja, weet je, inderdaad, als je op TikTok zit. Ik weet zelf wel beter, hebt, weet je. Ja, ik weet zelf het beste hoe het zit. Zij, of tenminste, wij weten, moet ik even goed zeggen hoe het zit. Mm-hmm. Weet je, dat ze genoeg aandacht krijgt, weet je wel. En dat ze ook genoeg liefde krijgt. Dus en die andere mensen, die zien toch niet de hele dag wat wij doen. Nee. Weet je, die lopen niet de hele dag met ons mee. Mm-hmm. Dus die kunnen ook niet weten hoe dat gaat. En natuurlijk zijn die opmerkingen, natuurlijk zijn echt wel heftig als mensen dat zeggen, weet je. Natuurlijk worden we wel boos om, maar... Ja. Ik kan niet al die mensen op internet gaan zitten antwoorden. Nee. Ja, dat slaat helemaal nergens op. Ja. Ja. Hij brengt het dan ook weer zo droog. Ja. Ja, goed, zij kan er wel echt mee zitten. Zeker ik kan begin. Echt wel mee zitten. Zeker aan het begin. Wat ik het ergst vond in het begin was van het bedrijf, toch? Daar heb ik wel echt vaak verdriet van gehad. Wat? En wat was het dan met het bedrijf? Nou, dat mensen echt wel vaak zeiden van... je hebt nu een goed lopend bedrijf omdat je dan met een rijke vriend bent. Of als we dan foto's samen of filmpjes samen hadden. Dat er dan onder gereageerd werd. Nou, we weten allemaal waarom je bij hem bent. En ik had iets veel knappers bij jou verwacht. Dat soort opmerkingen. Of gewoon dat soort dingen. Er wordt heel vaak geïnsinueerd. Zo zeg je dat toch heel netjes. Mm-hmm. Dat... En dat Edwin het succes is achter mijn bedrijf. En hoe zit het dan echt? Vertel maar. Ik werkte bij de politie als agent. En ik ben toen geopereerd toen de tijd aan mijn... Borsten? Voorgevel. Tieten, ja. Hoe wil je ze noemen? Ik weet niet hoe je dat hier allemaal mag noemen. Ja joh, alles. Je hebt het al eens gehoord. Alles mag je zeggen. Ja, okay. Het is de taboekast. Ja, oh ja. Nou, maakt mij tieten het uit, zijn nep. Ja. Voor degene die nog niet wist. Ja, voor als je nog niet had gezien op de film. Dikke Jopen. Was je nog niet opgevallen, dan ben je blind. Ja. Maar goed, toen ik werkte bij de politie. Het was corona. Ik zat toen de tijd op de meldkamer in Amsterdam. Echt middenstad.
En het liep niet lekker. Het was super rustig. Ik kon mijn draai niet meer vinden. Het was niet. Toen zei hij op een gegeven moment van, ja, maar waarom begin je niet wat voor jezelf? Ik had toen ook toen de tijd best wel veel gedoe met de politie, zeg maar. Of met mijn werkgever voornamelijk. Omdat ik op social media al best wel, op Insta had ik al best wel wat volgers. Dat wilden ze eigenlijk dat ik dat zou verwijderen. Want ja, hè, ik was toch agent en dat kon niet. Voorbeeldfunctie. Voorbeeldfunctie. Ja. Nou moet ik zeggen, wij deden ook wel eens dingetjes plaatsen. Dat ik denk, ja, misschien is dat ook niet, weet je, dan het Ed is slee achter zijn auto geplaatst. En dan hebben we die kinderen opgezet, gingen met de slee met die auto door de straat, ja. Weet je, toen moest ik weer op het matje komen. Ja, dat was misschien ook niet zo handig, toch? Ja, maar dat was Ed. Ja, Ed die dacht, wat gaan we nu weer doen? Ja, dat is wel leuk met die kinderen. Ja. Hebben ze nog steeds over de slee achter de vinden auto. Vinden ze nog steeds hartstikke leuk. Door de straat, door de bochten. Heerlijk, ik had dat ook wel gewild als kind. Wat lekker. Dus ja, hier en daar moest ik wel eens op gesprek komen. Ja. En toen op een gegeven moment zei hij, ja, maar waarom begin je niet wat voor jezelf? En kijk, hij komt uit een hele ondernemende familie. En ik heb zoiets van, ja, als ik gewoon elke maand mijn salaris had, weet je wel, en ik kon mijn dingen doen, dan voelde het voor mij veilig, toch? Mm-hmm. En toen zei hij van, weet je wat? Hij zegt, op een gegeven moment, nou, heel lang over gehad natuurlijk. Toen zei hij, zegt, ik geef je 1500 euro, hè, 1500 euro. En ja, regel het maar gewoon. Ga ervan inkopen. Ga ervan naar de KVK. En go for it. En ja, toen ben ik eigenlijk per direct gestopt bij de politie. En toen heb ik bij de KVK opgezet. En na een x-aantal weken, was ontzettend snel, kon ik hem terugbetalen. En ging ik mijn ding doen. En tuurlijk heeft hij achter de schermen heel veel geholpen. Met tips of vragen. Of tuurlijk. Hè, hij heeft echt wel ontzettend geholpen. Maar op financieel vlak heb ik dat allemaal gewoon zelf gedaan. Kijk, en nu wordt het zo groot. Ik kan het echt niet alleen. Dus ik heb hem echt heel hard nodig. En daarom is hij ook echt wel de drijfveer in de zin van de achtergrond. Kijk, ik sta voor de schermen met mijn koppie en ik zorg dat de inkopen gedaan worden, zorg voor de klantenservice. Kijk, en hij kijkt gewoon in de boeken van, val, wat ben je godsnaam aan het doen? Dan geef ik weer allemaal dingen weg en allemaal goede doelen. En dan zegt hij, wat doe je? Dus dat is de taakverdeling een beetje, toch? Of vind je dat hij anders ligt? Nee, zo ligt hij wel. Zo ligt hij wel. Zij is gewoon goed met social media, hè? Ja, en klantenservice. Dat je, als, ook zeker. Als Ed een mail voorbij ziet komen, joh, dan krijgt hij helemaal. Want hij zegt wel, ik reageer niet op TikTok op mensen en dit en dat. Maar je moet eens weten hoe boos hij kan worden om de mailbox van ons. Dan zeg ik, die mag jij doen. Die mag jij doen, zegt hij. Goeie taakverdeling, ja. Ja, ja, maar ja, weet je, en al zeggen mensen het al, of waar heb je dan, ben je met 500 euro start? Ja, lekker boeien. Oh, en ook al was het wel zo geweest, weet je, waarom zou dat, want jullie zijn getrouwd, toch, of niet? Nee, oh nee, je gaat trouwen. Oh ja, sorry. Maar goed, ik wou zeggen, weet je, we delen toch veel meer met elkaar, dus dan alsnog. Ja, maar ik vind het zo erg dat ze dan zeggen, ja, maar vooral, hij is te lelijk voor jou. Moet je kijken wat een knappert. Ik vind het echt kwetsend. Ja, maar dat is ook kwetsend. Ik ben zo zwaar verliefd op deze jongen geworden, gewoon. Vanaf begins af aan, en luister even voor alle zuurpruimen hier, wij gingen daten en toen kwam je mij ophalen en toen kwam je... toen kwam je me ophalen thuis, had hij een tampoesje meegenomen. Maar ja, hij zei dat hij in de bakkerij werkte. Ik wist niet dat het zijn eigen bakkerij was. Ik wist niet uit wat voor familie. Ik wist helemaal niks van hem. En toen gaf hij me een tampoesje. En toen liet hij me ook nog eens op de eerste date zelf betalen. Dus ik had echt nooit met hem kunnen gaan vanwege zijn eigen zaak. Echt niet. Dat had nooit gekund. Zo'n goede set. Ja, kijk eens. Bijna 4 jaar tip later. Tip voor alle mannen. Kom aan met een tampoesje. Kom met een tampoesje. En niet alles betalen. Ja. Hey, we zijn al 3 kwartier in het kletsen, dus we gaan zo aflevering 1 even afronden. En dan gaan we zo lekker naar aflevering 2, dus voor de mensen die aan het luisteren zijn. Je hebt nog even te wachten een weekje en dan gaan we volgende week gaan we lekker naar de luisteraars vragen. En dan zien we jullie daar terug.